Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer iets voor Baby Born, voor jullie. En dit is een korte pyjama die heel zomers is. Je ziet in ieder geval een pakje. En dan hebben we hier van die schoenen. Ze lijken een beetje op Crocs. En dan hebben we hier nog een slaapmasker. Dit is voor kinderen vanaf 3 jaar. En je kunt het niet alleen bij Baby Born aantrekken, maar ook bij andere poppen die 43 centimeter groot zijn, maximaal. En natuurlijk kun je dit ook aantrekken bij de Baby Born Boy, maar ik ga het aantrekken bij het Baby Born Meisje. En deze set natuurlijk uitpakken. Zo, dan gaan we eens eventjes wat beter ernaar kijken. Dit is het pakje, het pyjama pakje. Je ziet dat er een badje op staat, een eendje. Oh, meerdere eendjes zelfs, een heleboel. Dit zijn altijd die eendjes die je kunt trekken aan zo'n touwtje. En verder zie je dan hier zo ook nog allemaal van die eendjes met van die wieltjes. Sommige zijn gestreept en sommige hebben gewoon één kleur. Je kunt hem vastmaken met een klittenbandje. En verder is het in de kleuren blauw en roze met een beetje groen. En verder hebben we deze Crocs. Ik heb al gezegd, daar doen ze dus aan denken. En hier heb je nog van die buttons eraan. Eentje met een bloem. En dan hebben we weer het eendje. Een terugkerend thema. Hier hebben we dan nog een slaapmaskertje. De ogen die zijn hier gesloten. De ogen die hier opgeprint zijn. Misschien zijn het wel de ogen van Baby Born, maar het ziet er wel grappig uit. En dan heb je hier nog een kledinghanger. Die zat er ook nog bij. Zo kun je dus ook de set mooi ophangen in een kastje. En wij gaan nu de korte pyjama voor de zomer aantrekken bij onze Baby Born. Zo, de pyjama was echt heel makkelijk om aan te trekken. Ik heb wel eens problemen gehad met bijvoorbeeld de prinsessenjurken. Hier heb je dan het slaapmaskertje. En hier hebben we dan nog de schoentjes. Die moeten we ook nog eventjes aantrekken. Hoewel je natuurlijk nooit schoenen draagt als je slaapt. Maar deze zijn onderdeel van de set. Dus daarom zal ik de schoenen ook aantrekken. En nu is onze Baby Born al klaar. Met een korte pyjama voor de zomer. Er is ook nog een langere pyjama met een lange broek en een lang shirt. Maar voor de zomer is het natuurlijk altijd beter om iets korts te dragen. Ik heb het slaapmaskertje al als een soort van haarbandje nu. En dan heb je dit touwtje, dat had wat langer kunnen zijn, maar heeft verder ook niet echt een functie. Het is vooral voor de versiering. Ik vind deze pyjama erg leuk. Jullie kunnen me laten weten in de reacties of jullie misschien ook zulke poppenpyjama's hebben voor jullie poppen. Of dat jullie ze gewoon in de normale kleding laten slapen. Laat dat maar weten in de reacties. Hopelijk vonden jullie mijn video leuk. Geef me een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En vergeet natuurlijk niet je op het kanaal te abonneren. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!